Welkom bij PP en JJ Proeven. Het is een bijzondere dag. Ik mag Jan-Jaap namelijk herinneren in de orde van de vroedmeesterpad. Oftewel het Klukske. En die eer verleen ik je namens Erik Leverink, de eigenaar van Domein Holset. Wat Domein Holset zo bijzonder maakt, is dat zij uitsluitend zichzelf hebben toegelegd op het maken van mousserende Nederlandse wijn, oftewel Bruges. Wijn. Nou, hier in het zonovergoten zuiden van Nederland groeien dus die druiven. En hier groeit de Sauvignon Gris. En we gaan vandaag een hele hoop mooie dingen proeven. We gaan onder andere de Dot en de Prins proeven. De reden dat de Dot heel mooi in een fluit geserveerd wordt, is dat ondanks dat de Dot dus 20 maanden flesrijping heeft, nog steeds heel fris, heel levendig is. En een fluit zorgt ervoor dat je dat hele compacte aroma, wat die wijn dus heeft, ontzettend goed behoudt. Waardoor ja, je het ultieme drinkgenot hebt. Ik vind hem echt heel goed. Het is een beetje, het is heel fris, heel groenig. En het is een blend van Johan Nieter en Cabernet Blanc. Johan Nieter en Cabernet Blanc zijn beide druiven die goed gedijen in het Nederlands klimaat. Dus die hier gewoon goed rijp worden. En vooral die Cabernet Blanc moet je in de gaten houden, want die maakt hem echt... qua aroma heel, ja, heel speels als het ware, groen, een beetje paprika-achtig, ja. Misschien een beetje buxus. Het lijkt een beetje bij benadering ook op hoe we Sauvignon Blanc kennen. Ja, we proeven nu dus even de Prins en de Dot naast elkaar. Dot is echt zeg maar zomers, fris. En de Prins, wat vind je daarvan Peter Paul? Die schenken wij nu. Ja, de Prins is wat klassieker van smaak, heeft wat meer steenfruit, het toast. Het zijn eigenlijk twee totaal verschillende wijnen. De Prins schenken we nu al een aantal maanden als aperitief in het restaurant. Maar ik denk dat die Dot voor de zomer echt een hele mooie keuze is. Kluk, kluk.